Meneer Couso, u mag nu een vraag stellen. Dank u wel, voorzitter. Ja. Meneer Marcouch sprak over salafisme en net was er een korte interruptie van mevrouw Keizer op het onderwerp. En ik vraag de heer Marcouch waarom hij alle salafisten over één kam scheert. Voorzitter, salafisme is salafisme en ik vind dat een kwaadaardige ideologie. En ik vind dat mensen die polarisatie, geweld ook nastreven, zich superieur ten opzichte van andere mensen, ideologisch superieur beschouwen, dat die niks te zoeken hebben bij diensten zoals de politie of defensie. Voorzitter, dan breng ik de heer Marcouch graag in herinnering een brief die zijn eigen partijgenoot Lodewijk Asscher de Kamer heeft doen toekomen over dat het feit dat het salafisme een gefragmenteerde visie is en dat daar heel veel verschillen in bestaan. Dat in die brief onderscheiden wordt drie vormen van salafisme. En de heer Marcouch geeft hier aan, het zijn allemaal voor mij gelijk. En ik zou toch van de heer Marcouch willen vragen hoe hij zijn uitingen hier reflecteert op de brief die zijn eigen minister, zijn eigen partijgenoot heeft geschreven. Meneer Marcouch. Voorzitter, collega Couso heeft net niet goed geluisterd. Ik was het dus niet met die analyse eens. Ik vond het lichtelijk naïef om te veronderstellen dat het salafisme dus geen kwade ideologie is. Ik vind dat het voorportaal naar het jihadisme, naar het gewelddadige jihadisme, en in die zin gevaarlijk, en in die zin ook bestreden dient te worden. En in open vrije samenleving doen we dat ook met betere ideeën. Dus wat mij betreft, vind ik dus die brief en die analyse waarin die gefragmenteerdheid wordt weergegeven, geen recht doen aan de kijk zoals ik die heb op het salafisme.